Hallo, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag werd de Baronnee 1898 ontruimd op 2/4/2018. Het gebeurde vandaag rond 11:30. Net voordat het karretje naar beneden ging, bleef hij hangen en sloeg de baron in veiligheid. Volgens de woordvoerster van de Efteling gebeurt dit wel vaker. Dat klopt, het is al vaker gebeurd. Waarom weten ze nog niet dat dat iets te maken met de sensoren? Er werd gekeken of ze verder konden rijden, maar dat ging niet. Dus moesten de mensen worden geëvacueerd. De mensen hebben ruim 20 minuten vastgehangen op de steile afdaling van de baron. Bedankt voor het kijken, jongens.